Het rund en het varken, dat gaat heel goed samen. Het kan ontzettend lekker zijn. Kijk maar naar onze video. Hallo, leuk dat u weer kijkt naar Fire & Food TV. Vandaag gaan we rundfilet bekendrolletjes maken. He, zoals gezegd, de koe en het varken samen. Hoe lekker dat is. Ja, Bastiaan, top lekker, ja, toch? Je hebt weer wat moois gemaakt, hè? Ja, zeker gemaakt, maar in ieder geval wel. We gaan dat doen. En dat gaat zeker lekker worden en ook mooi. Rundfilet bekerrolletjes. Ik heb hier diamanta's liggen en daar gaan we wat mee doen. Want daar gaan we plakjes van snijden. Nou, mocht je nog even wat van deze witte stukjes zien, ja, dan kan je dat altijd even wegsnijden. Want die zijn taai. Dat is taai, hè? Dat gaat tussen je tanden zitten. Dat is helemaal niet zo lekker. Nee. En een diamanthaasje vraagt even aan je slager. Dan gaan we de plakken van snijden. En dan wel op. Nou ja. Ik denk dat dit een mooie dikte is om maximaal een centimetertje dik zo. Dan drukken we hem plat. Oh, sorry. Was niet op jou gericht. Nou, gelukkig was het. Het ging goed. Hoppakee. Nou, zo snijden we van alle stukken even een plakje. En dan gaan we die beleggen met bacon. Nou ja. Ik heb een beetje plat gedrukt, zodat je hem straks lekker kan rollen. Mooie lapjes zo. Rollen. Yes. Ik heb bijna snitsels, maar dan even kleiner. Ja, maar die worden lekker. En dan gaat het bacon erop. Dus dat doen we dan met elk stukje. Ja, ze plakt een beetje. Ja, maar dat heb je met bacon, hè? Yep. Gewoon zo? Ja. Super. Oh. En daar nog een stukje. Yes. Nou, nu wordt het rollen geblazen. Ja. En daar hebben we dan een stokertje voor met een mooi openingetje. Nou, als jij die eruit schudt, ga ik pas rollen. Laat me raden. En prik. 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 En daar komt de laatste die we even oprollen. En dan Edwin, als je daar ook weer mooi in zou willen prikken. Zo. Dat gedaan. Dan gaan we daar een sausje bij maken. Ja. Waar we tijdens het garen van de rundvleerrolletjes mee gaan bekwasten. Daarvoor hebben we hier 2 eetlepels bruine suiker. Die doen we erin. We hebben hier mosterd. 225 gram. Wat erbij gaat. Mm-hmm. Dan 175 gram. Honing. Honing. Dat is ongeveer de helft van het flesje. Ja, hè? Is gelukt. Ja, goed gelukt. En 2 theelepels woestersaus. Worcester, woestersaus. Ja, wat jij wil. Pittig spul. Ik vind het lekker. Ik doe iets meer. Dus koud naar smaak toevoegen. Dan is het roeren geblazen. En opschieten geblazen. Want ja. Ik weet niet of het in beeld te zien is, maar het begint te regenen. Dus hier, dit gaan we roeren. Maar in de tussentijd leggen we even de rolletjes erop. Ja. Op de barbecue. En ik ga indirect op de barbecue, dus niet boven de briquetjes, maar ernaast. Kerntemperatuurtje van ongeveer rond de 54 graden omhoog eraf. Dan zit hij medium zo aan die kant, dus dat vind ik erg lekker. Yes, wachten nu. Nou, tijd om even de eerste kwast met de marinadesaus overheen te doen. En dit doe je dan zeg maar een paar keer gedurende het hele garingsproces. En dat geeft hem een heerlijk smaakje. Dus zo ga ik ze even allemaal langs en dan wordt ze lekker. Zijn we dan een half uurtje later ongeveer. Kerntemperatuur van de 54 graden heb ik gemeten en dan zijn de rolletjes klaar. Nou, kijk eens hoe mooi ze zijn geworden, Edwin. Ja. Nou, ik heb ondertussen even, zoals gevraagd, even wat walnoten gesneden. Gehakt. Gehakt. Ja, die doen we er mooi even zo overheen. Die nog een beetje, want die heeft niet zoveel. Ja, maar die was voor jou, hè? Ah, ja. Notenallergietje. Als je notenallergie hebt, moet je natuurlijk wel oppassen hiermee. Ja, dat moet ik niet doen. Maar hoe mooi ziet het eruit, hè? Ik heb 4-5 keer gelakt. Ja. En voilà. Ja, leuke rolletjes, toch? Ik vind het hele, zeker leuke rolletjes. Ja. Hij kan, hè? Ja, hij kan. Hij is lekker, hij is klaar. Oh, Bastiaan, ik kan niet wachten. Wat hebben we dan nodig? Een mes. Een mesje. Ja. Zullen we die doen? Ja, wat jij wilt. Die ziet er lekker. Ze zien er allemaal lekker uit, maar je mag die kiezen. Precies. En als je dan ook naar het gerecht kijkt, hoe simpel dit te maken is, hè? Ja. Gewoon een rolletje maken. Een paar keer inlakken met een lekker sausje die je zelf hebt gemaakt. Stukje spek ertussen. Stukje spek ertussen voor het hartigheidje. Ja, walnootje voor het krokantje. Nou. Ja, top. Ja. Echt super. Spekje geeft een leuk smaakje. Een leuke variatie natuurlijk op deze manier met die walnootjes. Ja. Smaakt lekker, lekker hartig. Nou,
Voordat u het recept leest, kunt u dat natuurlijk hieronder zien. Uw lijkjes zien we graag tegemoet. U kunt zich nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire and Food TV. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Nou ja, geniet van deze rolletjes. Super.